In 1988 wordt van der Elske door het NRC Handelsblad gevraagd een foto uit te kiezen. ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de fotografie. Hij kiest een van zijn eigen foto's, rechtsboven op de rechterbladzijde te zien, en legt uit waarom. Het lieflijke en bewonderenswaardige is het jochie, of het meisje, Allah, dat in 1958. op de achtermuur van het bejaardenhuis in de Amsterdamse Routestraat schreef. Leven ik. Ja, een tekst beter dan het beschouwende, tamelijk ingewikkelde to be or not to be van Shakespeare. Ik word door die muurtekst helemaal gek van enthousiasme, van, van ontroering. Die onschuld, leef ik. Die volkomen acceptabele opschepperij, vitaliteit. Dat bedenkt toch geen schrijver, geen dichter? Ja, Jan Kremer was in de buurt met de titel van zijn eerste boek. Bravo! Nou, u zou me een enorm plezier doen lezen. Als u deze foto uitknipt en boven uw bed hangt, als u wakker wordt, dan mag u even aan dat ongelooflijke kind uit 1958 denken. Dat kind uit die bijna armoebuurt. En een enkele keer zeg je even tegen jezelf, leven ik? Van der Elske vertelt over de grote foto van de drie jongetjes. Dus dit is ja... Hoe heet het ook alweer? Ik geloof de Snoekjesgracht, kleine gracht. Het liep volgens mij parallel aan de Jodenbreestraat. En dan ja, dan, dan zie je zoiets gelukzaligs. Jongetjes, die armachtige jongetjes, die puur happy zijn met een, met een stuk karton. en dan de meest prachtige feestkleding ervan maken.